Oh, 4, 3, 2. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met Mario plus Rabbids op de Nintendo Switch. En natuurlijk weten jullie dat Mario niet van de partij is. Het draait hier allemaal om Donkey Kong, Rabbid Peach en Cranky Kong. Ja, volgens mij vond Ubisoft Rabbid Peach ook gewoon het tofste karakter, aangezien Rabbid Peach dus ook een grote rol heeft gekregen in deze DLC. Komt natuurlijk ook omdat je een healer nodig hebt in je team. En dat is wat Rabbid Peach is. En ja, Peach is dat natuurlijk ook. Maar ja, dan ga je toch denk ik liever voor Rabbid Peach inderdaad. Goeie keuze Ubisoft. Terwijl we hier wat banaantjes aan het oppakken zijn. Even kijken wat er aan de andere kant van deze buis is. Want ik zie hier zo gewoon even een puzzelstukje liggen, jongen. En dit is puzzelstukje nummer 3 blijkbaar, die we pakken. En ik weet niet of dat dan specifiek voor deze wereld is, of dat dan ook voor andere werelden geldt, dat dat nummer 3 van de 20 is. Hier hebben we in ieder geval ook wereld 3 en hier gaan we weer een battle voeren en we moeten de wasmachine onderdelen terughalen. Let's do this. Wie hebben die wasmachine onderdelen dan allemaal te pakken? Dat zijn die verzamelaars, hè? Volgens mij lopen hier verzamelaars en die gaan die wasmachine onderdelen pakken. En dit is een schildgever. Miskend dekkingstalent. Oké, die kunnen we dus niet frontaal aanvallen, denk ik. Dit keer hebben de verzamelaars hun grote broers meegenomen. De schildgevers. Groot, slecht en compleet met schild. Ik heb een tip. Je moet de schildgevers van opzij aanvallen. Ja, dat dacht ik inderdaad al. Laten we gaan battelen. En ik ga lekker hier omhoog. Ik pak deze grasbeet. Dan ga ik lekker hier staan en dan smijt ik hem bovenop zijn bakjes. Let's do this. Let's go. Bam. Bam. Hoppakee. Allebei 70 damage. Ik heb trouwens al mijn wapens geupgrade, dus dat is super nice. Kijk, deze twee enemies kan ik gewoon gelijk verslaan. Hoppakee. Ieder character heeft nu zijn sterkste wapen die hij op dit moment kan hebben. Dus dat is echt wel heel erg nice. Daar ben ik best wel blij mee dat het kan. En Rabbid Peach en Cranky kunnen gewoon allebei net niet in die buizen. Dat is best wel naar eigenlijk. Rabbid Peach, ga jij eens even hier staan. Kijk eens of je iemand kan raken. Ja, jij kan sowieso deze guy raken die hierboven staat. En hopelijk dan ook gewoon lekker een stuiter effectje. Kijk, hoppakee. Volgens mij is die gewoon in één keer weg. Lekker. Het is hier trouwens echt weer knetterwarm, jongen. Je ziet het aan mijn hoofd. Ik heb echt een verhit hoofd. Cranky gaat lekker hier naar boven. Gaat hij op het randje hier staan. Gaat hij eens even kijken. Gaat hij even scouten wat hier allemaal gaande is. Want volgens mij, kijk, met die bom kan ik deze enemy gewoon prima raken volgens mij. Die kan ik gewoon achter hem gooien. Hoppa, 95 damage. Ja, en dan geef ik de vijanden de beurt. Daarachter zijn blijkbaar twee verzamelaars. Die moeten we straks gaan pakken. Die hebben allemaal machineonderdelen. Oh, jij gaat mij wel raken. Oh, jij gaat honing ook echt gooien. Oh man, dat is zuur. Ik had niet verwacht dat jij mij kon raken, vrolijke dodo. Ik ga proberen om deze enemy te verslaan met Rabbid Peach. Dat zou ik dan moeten doen door achter hem te gaan staan. En op hem te moeten gaan schieten en dan hopelijk een kritiek schot hebben. Ah, dat is niet het geval. En hij draait zich ook niet om. Dat is jammer. Dus even kijken. Als ik met Donkey Kong deze kant op ga, kan ik hem wel prima beetpakken. Kan ik dan ook weer terug? Nee, dat gaat niet. Dan ga ik gewoon hier staan en dan gooi ik hem gewoon die kant op. En dan is die gozer ook gewoon verslagen. Dan hebben we daar in ieder geval geen last meer van. Die is dan gewoon weg. 1, 2, hoppakee. Later. Doei 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 doei, mazzel. Ja, en nu is het wel jammer dat ik niet zo heel veel meer kan. Dus ja, ik laat het even zo. Ik ga kijken wat die vijanden gaan doen. Zij zijn een beetje... Oh, hè? Huh? Hij rent helemaal... Ze rennen helemaal naar de andere kant. Oh, in dat geval had ik gewoon even wel mijn wapens allemaal aan kunnen zetten. Ah, je hebt gewoon weer honing. Wat doe jij met Cranky Kong? Nou, Rabbid Peach gaat in ieder geval gewoon even healen. Zo, dan is Cranky weer vol. Ja, en dan ga ik mijn meloen weer gooien met Cranky Kong. Ja, het is een meloen toch of zo? Zo, bam, boven vier bakkers. Hoppa. Die heeft niet zoveel HP meer over nu. Dan ga ik deze dude oppakken. Ga ik naar de overkant met Donkey Kong. Dan ga ik even hier staan. En dan gooi ik hem op zijn bakkers. Dat is wel een lekkere move, denk ik. Hoppakee, lekker bezig Donkey Konkie. Gooi hem. Bam. 70 damage allebei. Hoe ver zijn ze dan down? Ja, die ene is down en die andere heeft nog 60 HP over. Oh, ik ga hem volgens mij net niet verslaan. Ik ga hem volgens mij net niet verslaan als ik deze vis op zijn bakken gooi. Oh, wel. Nice. Later. Kijk, dat is top. Dan ga ik mijn autootje op die andere vijand afsturen. Kan ik in ieder geval iets gebruiken qua wapen. En dan mag Donkey Kong oogappel aanzetten. Hoppa. Ja, en dat was het dan wel weer. Dan krijgen de vijanden weer de beurt. Ja, die gaan natuurlijk gewoon keihard dat andere stuk nu pakken. Ik raak hem in ieder geval wel. Oh, en dan rent hij weg. Kijk, dat is top. Dan rent hij weg. Later. Kom je ook nog even mijn kant op, of niet? Die kan gewoon het hele level oversteken, man. Dat is echt niet oké. Die kunnen gewoon echt overal naartoe, die verzamelaars. Oké, dit autootje gaat richting die vijand. Ja, die gaat die vijand natuurlijk nooit meer pakken, man. Oké, Donkey Kong moet nu wel... Even kijken. Deze kan je oppakken. Kan je hier staan. Kan je die op die vijand gaan gooien? Ik denk dat dat wel moet lukken, trouwens. Pakken we dit blok. Gooien die op zijn bakkes. Hoppa. Kijk, hoppakee. Die is dan down. Oh, daar ligt hij weer aan de overkant, hoor. Het zit ons ook echt niet mee. Oké, we gaan deze enemy gaan we even lokken. Komt u maar. We gaan even lekker stampen. Hoppa, even lekker trommelen. Bam, lekker bezig. Oh, en jij rent gelijk weg. Oh, dan kan je... En jij gaat gelijk dat andere ding pakken. Oh nee, dat ga je niet doen, oké. Oké, dan ga ik eens even lekker deze kant op met Cranky. Dan ga ik even naar jou toe, jongen. Ik kan jou niet raken, maar ik kan jou wel laten slapen. Ja, ik ga jou laten slapen, jongen. Dan kan je niet meer wegrennen. Rabbid Peach gaat ook langzaam aan die kant op. Top. Rabbid Peach doet wel even de schild aan, want die staat nu tussen twee vijanden in. Daar word ik niet zo heel erg blij van. En dan krijgen de vijanden nu de beurt. Er komen dus allemaal nieuwe vijanden. Het zijn gelukkig geen verzamelaars, maar wel andere irritante mannetjes. Die wordt geraakt door mijn autootje. Deze slaapt. Jij gaat op Cranky schieten. Ah, dankjewel, hè. En waar ga je dan naartoe? Dan ga je tackelen. Oh man, dan ga je ook nog tackelen, joh. Zout eens even op, man. Oké, dat ook nog. Wat ga jij doen? Jij gaat zeker ook schieten, tackelen. Ga je allemaal op Rabbid Peach? Ja, ja hoor, tuurlijk. Oh, jij gaat ons allebei tackelen. Jij kan gewoon ons allebei tackelen. Zo e-sports ben jij gewoon. Ja, dan gaan we zo wel geraakt worden, ben ik bang. Maar in ieder geval zijn wij nu weer aan de beurt. En kan ik dus gewoon die meloen op jouw bakkers gaan schieten, hè? Hoppa. Oh, en dan smeer jij hem weer. Maar jij smeert hem volgens mij richting Donkey Kong. Nee. Oh, wat een vervelend ettertje ben jij. Nou, ik pak in ieder geval deze spullen op. Die heb ik dan alvast binnen. En dan ga ik gewoon eventjes naar de andere kant. Ja, ik weet dat hij nu geraakt wordt. Dat is echt heel erg jammer. Maar ja, ik moest die spullen nou eenmaal even hebben. Dan gaan we deze kant op en dan ga ik kijken of Donkey Kong een beetje in de buurt kan komen bij die enemy. Kijk, want Donkey Kong kan natuurlijk wel gewoon zo'n blok oppakken. Dan gaat hij gewoon hier staan. Dan gaan we gewoon kijken of we hem kunnen raken. Ja, ik denk het niet. Ik denk niet dat dit werkt. Let's go. Ah, nee, dat werkt niet. En ik kan ook mijn boomerang volgens mij niet op me gooien. Ah, jij hebt zoveel geluk. Oké, doe je boze ogen aan. Als die langskomt is die down. Goed zo, Cranky. Oké, Rabbid Peach wordt nu sowieso geraakt. Maar wat als ik nou gewoon hier ga staan en dan mijn autootje op hem af laat rijden? Volgens mij heb ik hem dan wel down. Volgens mij moet dat wel lukken. Nee? Redt hij dat niet? Waarom niet? Ik sta naast... No! Oké, vijanden. Wat ga je doen? Waar ga je helemaal... Jij gaat helemaal weer naar de andere kant toe. Oh nee. Ik hoop dat Donkey Kong er straks weer bij kan, hoor. Man, we zijn in ieder geval weer aan de beurt. We kunnen dit stuiterding oppakken. En als ik dan hier ga staan... Ja, dan kan ik hem raken. Dan is het klaar. Dan is het klaar met deze guy. Eindelijk. Kijk maar. 1, 2. Hoppa. Later. Gooi ik even mijn banaan. Ja, mijn vis is het meer op zijn bakkes. Oh, die krijgt wel aardig wat stuiterdamage. Maar dan staat hij ook echt voor mijn neus nu. Cranky, kan jij die spullen op gaan pakken? Oh, jij kan er eentje oppakken. Misschien kan jij dan die enemy straks nog even raken. Dan kan je die bij Donkey Kong weghalen. Pak hem maar op. Top. Oh, alleen wordt Donkey nu ook geraakt, denk ik. Ja, Donkey wordt ook geraakt. Nou ja, jammer dan. Gaan we even kijken of Rabbid Peach nog daar in de buurt kan komen. Nee, dat niet echt. Nou, dan blijft Rabbid Peach gewoon lekker een beetje hierboven staan. Krijgt de enemies nog één keer de beurt. Er is er namelijk nog eentje over. Die gaat mij vast wel raken. Wie ga jij raken? Ga jij Donkey Kong raken? En nu is het klaar, toch? Nu is het klaar. Nu hebben we het gehaald, toch? Cranky, pak dat ding op. Ja, lekker. Als je het overleeft, ja natuurlijk overleef jij het. Goed gedaan. Volgens mij hebben we gewonnen. We hebben gewonnen. Hoppakee. Zo doen we dit. Gevecht voltooid. Nice. Ah, en weer in 1 beurt te veel. Dat was de vorige aflevering ook al. Dat we 1 beurt te veel erover doen. Maar ja, weet je, we hebben hem wel gewoon gehaald. En dan gaan we kijken of we nog een gevecht moeten doen. We lopen hier onder een aantal visnetten door. Dan moeten we hier wat banaantjes oppakken. Wat gebeurt hier? Oh, thanks voor de bananen. Ze proberen dat bericht uit alle macht te onderscheppen. Wat zullen ze teleurgesteld zijn als ze erachter komen dat het pizzabonnen zijn? Wat? Pizza is lekker, man. Daar moet je niet teleurgesteld voor zijn. Eens even kijken waar we nu terechtkomen. Wat is dit voor een ding dan? Wat is dit allemaal? Oké, dit zijn best wel scherpe tanden aan die kant. Volgens mij moeten we een puzzel gaan oplossen. Alweer een dichte poort, maar hé, moet je dit oude koraal-orgel zien. Ik krijg echt zin om te spelen. Oh, dit is een orgel. Als je op deze knop drukt, gaat de piano automatisch spelen. Cool, maar wat heb je eraan? Ja, we moeten waarschijnlijk een goed deuntje weten te produceren. Ik heb geen idee wat we hier moeten doen. Oh, we moeten waarschijnlijk gewoon elke keer dit kopiëren wat er gebeurt. Dus 1, 2... En dan deze blauwe. Ja, precies. Zie je wel? Dat is wat we moeten doen. Oké. Duidelijk. Groen, lichtblauw, groen, oranje. Groen, lichtblauw, groen, oranje. Ja, dit gaat goed. Terwijl ik me echt helemaal kapot zweet met 40 graden hier volgens mij op mijn zolderkamer. Man, wat is het warm. Even kijken. Oranje, oranje. Paars, lichtblauw, donkerblauw, lichtblauw. Oh, wow, oké. Oranje, oranje. Paars. Lichtblauw. Donkerblauw. Lichtblauw. En toen weet ik het niet meer. Was het paars? Nee! Oké, nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, het was geel. Maar het was 2 keer ook oranje. Zo, zo, zo. En dan geel. Ja, lekker. Oké, we hebben de poort geopend. Nice. Het orgel gaat helemaal los nu, hoor dit. Dit is vet. De poort is open en er is een geheime bananenknop verschenen. Kom op, laat die toetsen nog eens dansen. Oh, hier is ook weer volgens mij een geheimpje, of niet? Wat is dit voor gouden ton dan? Is het de bedoeling dat we dit nog een keer doen? Ja. Oh, dit is wel echt moeilijk. Oké, nog een keer kijken. 1, 2, 3. Overslaan, eentje. Ja, 3 naast elkaar. 4 naast elkaar. Die dan 2 keer. Dan terug naar groen. Oké. Nee, dit was niet goed. Wacht even. Moeten we van rood naar groen? Oh, 2 keer rood. Oké. 2 keer rood. Dan helemaal die kant op. Donkerblauw doen we 2 keer. Zo. 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 Donkerblauw 2 keer. Die. Die. Ah, nu weet ik het niet meer. Geel. Nee, we waren er bijna. Ah, 2 keer rood. Van geel naar de andere kant. Donkerblauw doen we 2 keer. En op de terugweg slaan we lichtblauw over en wordt het groen. Oké. Nu weet ik hem, denk ik. Dit 2 keer. Deze, paars, donkerblauw en groen. Ja, en zo pakken we dus die gouden barrel, hè. Hoppakee. Ik hoop echt dat je die zweetdruppels niet ziet, jongen. Ik heb het zo warm. We gaan nog even kijken wat hier is en dan stop ik ermee, want het is echt niet te doen. Het is veel te warm hier eigenlijk om video's te maken. Oh, wat is dit? Dit is wel vet. Echt, ik heb letterlijk gewoon hier zweetdruppel in mijn nek, jongen. Dat is toch niet normaal? Oké, wat moeten we doen? Is dit een racebaan? Volgens mij is dit een racebaan. Maar wat? Hè? Oh, we moeten die knoppen indrukken. Oké. Nu moeten we die gele knop waarschijnlijk indrukken. Nee? Oké. We moeten gewoon bovenlangs. Maar hoe komen we dan beneden? Oh, dan moeten we terug. Oké, moeten we blauwe indrukken. Ja. Oké, en dan nu? Groen of zo? En... Hè? Rood. En nu? Dit is echt best wel moeilijk. Oh, wacht. Oh, wacht. Oh nee, dit is echt veel te moeilijk. Oh man. Ik kom echt niet meer te dicht bij die camera, jongens. Dit is echt niet normaal. Oké, blauw. Dan gaan we naar boven. Dan laten we geel naar beneden. Dan doen we blauw weer omlaag. Dan kunnen we naar deze kant toe. Maar dan... Dan moeten we rood laten zakken, denk ik. En groen indrukken, zodat die weer die kant op komt. Dan rood weer terug. Blauw naar boven. Ja, dan kunnen we nu blauw weer naar beneden. Ja, oké. Dan kunnen we deze duwen. Ja, en dan kunnen we hier naartoe. Ja. Dan moeten we alleen geel nog hebben. Waar is geel? Ja, daar is geel. Nice. Pak nog even snel die banaantjes mee. Oh, 4, 3, 2, 1. Ja, lekker. We hebben het gehaald. En wat hebben we gekregen dan? Wat is dit eigenlijk wat we nu krijgen? Even een selfie. Een nieuw wapen. Midbaas hete saus. Ken je de midbaas niet? Gebruik deze pittige grondrun zodat het zweet hem uitbreekt. Oké, lekker. Nou, het zweet breekt me inderdaad uit hier zo. Niet normaal. Daar heb ik dit wapen niet voor nodig, jongens. Ah, ik ga helemaal kapot. Kijk, mijn hoofd is zo bezweet. Jongens, ik ga ermee stoppen met deze video. Ik ga lekker snel even douchen, want dat is echt even nodig. Het is veel te warm hier op deze kamer. Ik hoop dat jullie een tof video vonden. Zeker even een blauw duimpje omhoog, zoals altijd. Dankjewel. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En wil je mij livestream gamen? Volg me dan ook op twitch.tv/rikachu. En dan zie ik je daar. Ik ga lekker douchen. Mazzel!